We zijn bijna bij de Duitse grens. We hebben nu lekker bij de McDonald's gegeten. You complete me. Just shut up. You had me at hello. Oh, Oh, het is heel scary. Super scary, right? The whole interior. De Van Gogh. Oh, Van Gogh. Oh, kijk jongens. Het is heel German, ethisch. Oké, ja, maar het is op zich wel heel schoon, hè? Oké, we gaan nu weer terug naar die lobby. Ik heb allergische aanval, maar we hebben heel lekker geslapen en we gaan nu naar een restaurant of een ontbijt iets hier in de buurt, want dit is de Stadskiel en we gaan even kijken of we dus kunnen ontbijten. Ik heb die spray gekocht die René ook gebruikt, dat is een soort droog shampoo haarlak en nog iets, een texture spray in één. Ik ga nu omkleden en naar het festival. Ik ben in Duitsland dit keer voor Young en ik ga naar New Horizon. En het festival duurt 4 dagen. Ik ga en op het festival en op die camping kijken. En ga je ook vaker naar festivals buiten Nederland? Ja, voornamelijk. Die kies ik het liefst uit. Morgenochtend zien we ze weer op de camping, dus tot morgen! Yeah, we were talking about it the other night. You want this as well? No, no, I've already had my multivitamins. Hey! Nou, wij hebben je bloedhaast, want we moeten opeens een uur eerder op de camping zijn. Dus Loes had ons geappt. Dus we zijn binnen 30 minuten alles aan het inpakken en douchen. Dus we gaan nu. I'm leaving. What did you do in the background? I didn't do anything! Oh, I love trust. God, it breeds trust, doesn't it? Can you tell them on camera what is this? What do you have there? Walk up to our hotel and we go to the bar and we're like, can we get some beers? And they give us your beers and then you have to fill out your own paperwork to make sure that you account for all the beers that you're drunk. They just trusted us. Yeah. It's amazing. Yeah. You're not used to trust, we are. I'm not used to trust, but trust breeds trust. Makes the world a better place. Okay, stop. Yeah. I truly believe, no. Kijk, de bedgordijntjes, jongens. Alles is in. This room is really... We really enjoyed the room, hè? Yeah, it's awesome. Eventually. Eventually. Dit gaat allemaal mee.
Ik heb maar één t-shirt mee, dus ik heb hierin geslapen en ik loop hier nu weer in. Want ik had in mijn hoofd 2 dagen, maar het is eigenlijk 4 dagen. Dus ik loop nu echt als een gek erbij. Maar misschien kan ik wel vette Metallica merchandise kopen. We gaan nu ook inpakken, die zijn ook wakker inmiddels. Oh, flesbloemen. Bus in en dan gaan ze richting Mannheim waar Metallica optreedt. Het was denk ik 1 uur extra door file, maar wel echt 3,5 uur onderweg geweest of zo. Het klinkt nu heel zwaar, maar als je het niet verwacht. We zijn nu lekker in ons nieuwe guesthouse, Green Guesthouse in Dossenheim. George Stanley in Australia. Richard Stanley, I'm not sure. We zijn uit Oudvoerder, maar we gaan naar Mannheim en wat eten. Hardware 13. I'm going to send myself an email so I see that. We zijn in Mannheim. Hier is bij de watertoren. Ja. En hier omheen zijn allemaal Jugendstil-achtige panden schijnbaar. Dus we gaan even eentje checken. En dan meteen straight to eating and drinking. Hè? Ja. Doei. Look at this. So nice, right? How they designed this. Ik hou echt van deze stijl. So chops. Was het nice? Mega lekker. We zijn bij het concert. Het is 8 uur, hè? Has it started already, the concert? Metallica, that will start. Nah. Right now. Right now, we just. Okay, thank you. We're beginning. They're gonna do tour. So. You behind the fucking counter back there? See if they would have let us. Oké, wij zijn binnen, jongens. Het was heel spannend, want die camera mag eigenlijk helemaal niet echt mee. Want we mogen in ieder geval het podium niet filmen, maar. We zijn op het terrein en helemaal daarachter zie je het podium. Dus wij gaan nu even bier halen en dan gaan wij naar voren. Oké, okay, duurste bier ooit. 8 euro, hè? Ja, ja. 16 in total. Let's see if it's worth 16. Ja. Ja, lekker. It's this brand. Oké, okay, let's go. Half uur van Mannheim en het concert was geweldig. Yeah. Geweldig goed, we hebben echt genoten, was echt te gek. Dus we gaan nu naar het ontbijt en daarna gaan we douchen en nog even ergens langs, denk ik. I'll make a brand new start of it in old New Mannheim is zeer tof. Deze zijn ook vet, jongen. Miso? Ja, ik guess so. Somebody get it for you? Settle down. Maybe it's too clean out. Put your shoulders. Oh ja, miso soepje en kimchi. Oh, die kimchi is spicy, hè? Where to? This way. Ik heb nieuwe slippers. Rood met groen, die ik in de etalage zag, maar we hebben net gegeten. Toen liep ik weer langs, dacht ik, oh, die zijn zo mooi. En ik heb alleen de neppen van Bristol, van Adidas. Van Victory, dus nu mocht ik eindelijk echt.
En ik heb een shoplog voor jullie. Sour cream and onion. Tandenborstel, omdat ik hem vet mooi van kleur vind. Sour, zure dingetjes. De Lion. Cola. Lief. Zo overdreven deze persoon. Good morning! Het is donderdagochtend, omdat ik maandag in Germany was. Loop ik giga achter, maar het gaat allemaal goed. Gisteren de video van Young afgemaakt. Nu mijn eigen vlog als een gek aan het editen. En ik heb lekker dit. Het is nu 8:30 en ik ben al vanaf 6:30 aan het editen. 1:45 proberen is eindelijk mijn vlog opgeslagen, tenminste. Any moment now krijg ik een go. Dus ik ben voor het eerst in 2 jaar te laat met mijn upload. Yes! Staat dat het gelukt is. Oké, dan moet ik dus eerst een foto vinden. Nou, dan maak ik een screenshot. Het verhaal aanpassen qua belichting. Altijd ietsje lichter en meer contrast. Ik was super blij met die Parfumado parfums, die kleintjes die je mee kan nemen. Dus ik mocht nieuwe uitzoeken en die zijn nu al binnen. Gisteren overgemaild is amber, houtachtig en musk. Ik heb dus een kortingscode, rozemarijn50, en ik zet hem ook even in de beschrijving. En ander. En dit is musk, balsamachtig en amber. Dus een beetje in de vibe die ik al had. Oh ja, eigenlijk nog lekkerder dan die andere. Oh, wat lekker dit. Dankjewel. Oké, en dan kan die ook mee. Deze ken ik niet. Oeh, peace. Ik ga nu naar Noordermarkt, het is maandagochtend. Want ik ga filmen voor Hip van Op. Een item over kringloop en vintage shoppen. Nou, de anderen zijn er ook. Die zijn hier over de camera. Ook zou ik mijn batterij wisselen. Nou, we gaan dus dan over de markt met Annemar. Ja, de wolkenklos die we altijd gebruiken, daar zitten ook allemaal tweedehands kledingstukken in. Maar die zijn nu allemaal wel een beetje voorbij gekomen, dus we mogen weer nieuwe items. Nog een beetje vragen wat doe je? Nou, dit. Ja. Hallo, goedemorgen. Good morning. Even naar mijn haar kijken, dat doen we altijd 's ochtends. Hey. Wat gaan we doen? Ja, ik heb net gezegd, we gaan even vertellen over waarom en wat leuk is aan kringloop vintage shoppen, toch? Heel leuk. En ik ga Roos ook wat vragen stellen. Dus ik wel, vind ik wel leuk, want we gaan ook vandaag Roos een beetje beter leren. Zijn klaar. Ja. Verrek, heeft er wel iemand gevlogd? Ja, Megan, de hele tijd. Ja, tenminste, ik heb haar in ieder geval een paar keer gezien. Ging goed, hè? Ging heel goed. Ging heel goed. Was leuk. En je bent oprecht enthousiast, toch? Ik ben echt oprecht enthousiast. Want ik vind het sowieso heel leuk. Dus dat was het punt niet. Alleen, waar moet je naartoe? Ik heb nu wel echt door jou een adresje ontdekt. Hey! Sanne! En Sanne heeft alles vastgelegd. Ja. Kijk, of allebei appeltaart. Ja, ik met slagroom. Met slagroom, ja. Wat voor twee? Groen. Heel great. Wil jij met slagroom? Want ik wil we gaan nu naar winkel appeltaart eten. Ja, sorry, we waren even afgeleid. We zijn echt klaar. We hebben hier nog een appeltaartje gedaan. En nu ga ik naar huis. Doei. Oh, jongens.